Nou, we zijn zojuist met twee KDS-10 tankvliegtuigen geland op Schiphol. Dat heeft te maken met de sluiting van de baan op Eindhoven. Die wordt op dit moment gerenoveerd. En daarom zijn wij nu te gast op Schiphol. Wij zijn hier om de twee Nederlandse F-35's terug te brengen naar Amerika. Die zijn afhankelijk van ons om onderweg te kunnen tanken. De F-35 die heeft niet zoveel brandstof aan boord als een regulier transport- of passagiersvliegtuig. En daarom vliegen wij met ze mee om ze in de lucht bij te tanken. Zodat zij de oversteek van de Atlantische Oceaan in één keer kunnen voltooien. Ja, het is voor ons ook bijzonder om een keer op Schiphol te mogen landen. In de normale operatie komt dat niet voor, dus dat blijft toch bijzonder voor ons.